diverse posten van het museum moeten weten wat er aan de hand is. Vannacht is een groep vreemdelingen erin geslaagd te ontsnappen uit de trein waarmee ze werden gedeporteerd. Het zijn vreemdelingen, echte vreemdelingen. Ze zeggen dat ze asiel willen in het museum. Als de bezoekers ons vragen. Weet u wat ze van plan zijn? Zijn het terroristen? Zijn het extremisten? Een kwestie van gedoogbeleid. Ja, zeker gedoogbeleid. Ze brengen het museum in discrediet. Waar blijft de bewaking? Ze hebben het makkelijk. Ze worden teruggestuurd naar het kamp. Maar het museum krijgt de schuld. Dan worden we meteen van extremisme beschuldigd. En ze hebben nog gelijk ook. Kunst is wel wat anders dan het leven. Ze waren al op transport gezet. Allemaal, allemaal. Er zijn geen vreemdelingen meer in onze steden. Maar deze zijn binnengedrongen. Maar deze zijn binnengedrongen. Besef je niet hoe gevaarlijk dat is? En als de bezoekers ons vragen, wat antwoorden we dan? Zouden die binnengedrongen vreemdelingen kunnen presenteren als een artistiek project van mij?